En dan gaan we kijken naar een zeer verrassend optreden van Bart Veldkamp. Hier op de voorgrond op zijn 5000 meter tegen Rudy Jeklic. U ziet de tussentijd 4:44:29. De tijd na 3400 meter. Veldkamp was fantastisch van start gegaan. Tot en met de 2200 meter passage had hij voortdurend rondjes van in de 32 gereden. Daarna pas ging hij 33ers rijden. En dat zag u net ook bij de passage 3400 meter, waar hij aankwam na een rondje van 33,5. Veldkamp, die zijn tegenstander inmiddels ver achter zich heeft gelaten, op weg nu naar de 3800 meter. Tussentijd na een rondje van weer 33,8, 5,18 precies. En het zijn scherpe tussentijden. Bart Veldkamp lijkt op weg naar een geweldige prestatie op deze open baan van skiën. Veldkamp, die zich tegen de zin van bondscoach Ab Krook in heeft opgegeven als deelnemer voor de morgen beginnende marathon zesdaagse in Nederland. Veldkamp is een oud marathonrijder en ziet het wel zitten, die 6 wedstrijden in een week. Passage na 4200 meter, rondetijd nog steeds in de 33, prachtig regelmatige race, 5:51:08 en nog altijd zit er een tijd van zo rond de 7 minuten in. En dat is natuurlijk op zo'n baan in de buitenlucht. De weersomstandigheden zijn weliswaar uitstekend, maar toch een buitengewoon goede prestatie als hij dat die laatste 2 rondjes vol kan houden. Hij noteert tussentijden die sneller zijn dan die van Geir Karlstad, en dat wil er wel wat zeggen. Sneller ook dan die van Ben van den Burg. Veel sneller zelfs. De bel luidt voor Bart Veldkamp. Na een rondje nu eindelijk in de 34, dat is het eerste keer dat hij een rondje 34 aflevert. Maar de 6:26.1 die daar staat bij het ingang van de laatste ronde duidt nog altijd op een bijzonder goede tussentijd. En dat kan nog altijd een eindtijd worden van zeg maar zo'n 7 minuten rond. Marathonrijder van origine, ik heb het al gezegd, hij was de eerste officieuze wereldkampioen marathonrijden een paar jaar geleden in het Canadese Ottawa, maar nu toch omgeschoold tot een buitengewoon goed klassementsrijder. En we zijn bijzonder benieuwd naar de eindtijd van Bart Veldkamp. Die komt er nu aan en het is een fantastische eindtijd, 6:59.96, een schitterende prestatie voor deze Hagenaar, waarvan we nog veel mogen verwachten in dit seizoen. Hij was ook de enige rijder die onder de 7 minuten wist te blijven en heeft een grote voorsprong ten opzichte van zijn tegenstander Jeklic, die toch ook al een 5000 meter goed had kunnen rijden. Maar hier de eindstand, Korsbord tweede, van de Burg derde, heel knap toch wel.